Jij kent natuurlijk iedereen, Sigrid Jongbloed. Fysiocist, redder in nood van verfomfaarde snuiten en onuitgeslapen tronies. Dat is in principe de bedoeling, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat zou wel, als het altijd lukt, zou het wel goed zijn, maar... Ja. Ja. De mooimaker. Ja. Ja. We proberen het. Ja, en we, ja. En we, want echte schoonheid zit van binnen, hè? Ja, maar op de tv. Ja, is het toch ook heel fijn als het een beetje aan de buitenkant zit, toch? Dat is wel waar, ja. Absoluut. Nou, zeg het maar, ik heb het zelf gedaan zo even. Wat moet anders, wat kan beter? Wat zou jij anders gedaan hebben? Anders gedaan hebben? Nou, eigenlijk weinig. Maar come on, het gaat om je vak. Ja, ik weet het. Maar het is wel zo dat, zeker nu, door, dat is een beetje een technisch verhaal, door al die camera's die allemaal en licht wat allemaal beter en mooier en zachter is geworden, is de hele make-up natuurlijk wel anders. Het is niet zoals vroeger dat je zo'n enorme grimlaag op je gezicht. Dus het mag allemaal wat natuurlijker. Oh, dus je maar je kijkt wel wat meer naar het soort licht? Ja. Ja. Oh, ja. Dat speelt natuurlijk een grote rol. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dus ja. Wat ik voor de spiegel doe, is niet hetzelfde als het eruit zit als ik in de studio zit. Nee, nee, nee. En als ik buiten sta, is het ook weer anders. Is heel anders. Het beste is altijd even checken in je achteruitkijkspiegel. Als het er daar leuk uitziet... Sorry, jongens. Echt waar? Als het er daar goed uitziet... Nee, maar echt, ik hoor hier dolgelukkige vrouwen lachen. Want wat een goede tip is dat. Ja, want dan heb je licht, dan krijg je heel veel licht. En dan kan je alles zien wat je goed... Maar jij ziet er gewoon heel goed uit. Alleen een beetje poeder en een klein lipglossje had misschien wel gemogen. Ik heb poeder gedaan, hoor. Echt waar? Ja. Waar? Goed. Nou ja, nee, maar dat... Nee, maar dat zegt maar weer... Ja. Hoe nodig het is. Want ik weet nog wel, dat is, inmiddels wordt het niet meer gezegd... maar jaren geleden nog wel is, ach joh, jij hebt toch niks nodig. Nee. Aha. Ja, maar die fase ben je voorbij. Ja, ja. Maar sowieso is dat toch een leugen. Want studiolicht is echt, ziet alles. Ziet ook wat een normale mens niet ziet. Ja, kijk, wat het studiolicht eigenlijk... Sorry jongens van het licht. Maar wat het licht eigenlijk... het zorgt ervoor dat je er een beetje glimmend uitziet. Ja. En dat glimmende, dat leidt vaak af. Dus als iemand een heel mooi, goed verhaal heeft... kan het zijn dat iemand thuis zit en... Ja, wat een leuk verhaal, maar wat is er nou met haar gezicht? En wij maken dat eigenlijk een beetje egaal... en zorgen dat het er wat gladder en... Nou, jonger is een beetje moeilijk. Nee, maar verzorgd. Wat verzorgd eruit ziet. Ja. Zonder dat het niet afleidt. Te rommelig. Ja. Ja, zonder dat het afleidt dus. Ja. Ik zei al van, jij kent natuurlijk iedereen... in de televisiewereld? Veel. Ja. Veel, ja. Welke programma's, voor welke programma's werk jij onder andere? Nou, ik werk voornamelijk voor Talpa. Ik doe heel veel voor Linda de Mol. Ik ben haar vaste fysiciste al. Ben jij de vaste fysiciste van Linda de Mol? Ja, al bijna 35 jaar. Ja, we zijn begonnen toen we 5 waren. Echt? Ja, begrijp ik. Ja, mag je handtekening straks? Ja. Ik ga hem daarop zetten, toch? Ik bedoel, het is als we handen mochten schudden. One handshake away. Ja, dat is het. Een elleboog geweest. Een elleboog, ja. Ja. Maar ik heb nu met Anita Witsier geëlleboogd. Dat is waar, ja. Dus zij is ook maar 1 elleboog away. We zitten onder elkaar, hè? Ja. Is Linda makkelijk te fysiciste? Heel makkelijk. Ja? Ja. Ja, maar waar zijn punten waar je rekening mee moet houden? Elk gezicht is anders. Nou, je hebt toch geen standaard? Nee, waar je eigenlijk altijd wel rekening mee moet houden bij iedereen... is wat iemand zelf wil. Kijk, want ik zeg ook altijd, want make-up is eigenlijk 80% hoe je bent... en 20% wat je erop smeert. Het is ook een soort fijne plek waar iemand zich veilig voelt... en waar je je veilig moet voelen in principe. Mm-hmm. En dan is het... Ja, dat even kijken, ik ben even de draad. Wat was jouw vraag? Wat moeilijk was bij haar opmaken? Ja, maar daar ga je natuurlijk geen antwoord op geven. Nee, maar natuurlijk waar je rekening mee moet houden, je moet uitgaan van de persoon zelf. Ja, 80% sowieso. Zelf en de rest doe je als extra erbij. En dan let je wel op. Of kijk, als iemand zo'n oog en zo'n oog heeft, dan wil je dat een beetje recht maken. Ja. En, zo. Ja. Ja, dat is een dingetje. Heb je Herman Pleij wel eens gehad? Wie is dat ook weer? Ja, die historicus. Oh ja, ach, gos. Ja, maar dat zit meer zeg maar in zijn oog. Ja, precies. Ja. Die is een beetje. Ja. Beetje cross-eyed. Maar je kijkt dus naar het gezicht, je kijkt naar het licht. Ja. Kijk je ook naar het soort programma? Ja, heel erg. Want ik doe ook met haar alle films en al haar series. Dus dan ben je ook bezig met de types die ze is. Ja. Dus dat is natuurlijk dan toch ook weer heel anders. Een ander soort make-up, een beetje een grotere wimper of een kleinere wimper. Of dat ligt er een beetje aan wat voor type ze speelt. Dat speelt allemaal mee dus? Ja. Ja. Daar moet je allemaal op letten. Ja. En want het vakgebied is best heel breed op die manier.
hoeveel mensen zijn er eigenlijk in werkzaam? Hoeveel mensen vertegenwoordig jij? Dat probeer ik al een week lang uit te vlooien. En dat is heel ingewikkeld. Want we hebben een heel contingent. Ik schat een soort 250 die bij de film en televisie werken. En het kan ook wel ietsje meer zijn. Dan heb je een hele ploeg die doet alleen maar fashion. Dus dat alle hippe make-ups in de bladen en de modeshows. Is dat ook weer anders? Ja, dat is anders. Ja. Ja, want wij zijn natuurlijk heel erg geconditioneerd dat iemand er mooi uit moet zien, dat het perfect moet zijn. Zichzelf moet zijn. Ja. En als je fashion doet, dan moet je heel creatief. En het klinkt heel oninbiedig, maar een paarse veeg hier en een groene veeg daar. Mm-hmm. En dan gaat het niet om de persoon, maar om wat ze moeten verkopen. Ja, dan zal ik is maar een model zeggen. Die gaat gewoon zitten en daar doe je dan mee wat degene die de ontwerper of die het ontwerpt wil zien. Ja. Wat me opviel in jouw verhaal is, je zegt ook, mensen moeten zich veilig voelen. Ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, ik merk het zelf ook. Ik zit nu voor het eerst voor een camera hier. En dan denk je toch, oh god, jeetje. Ja. En wat blijkt? Niet twee vingers in mijn neus, want ik heb een straaltje hier achterlopen. Maar het is... Het is wel zo dat iemand, zeker iemand... Nou goed, je hebt jij en alle prestatrices en vrouwen die het gewend zijn. Dan is het wel een beetje dit. Maar je krijgt ook mensen die nog nooit op televisie zijn geweest. En dan wil je ook een beetje soort meegeven van het is echt wel leuk. En iedereen houdt van je en je bent de mooiste. En dan staat dus eigenlijk een beetje te liegen. Het is echt wel leuk. Tuurlijk. Het is zo verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik kom nooit in de hemel, dat weet ik nu al. Oh, dat weet je al. Jou heb je een voorschot opgenomen. Nou, je bent hier... Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat er een plekje voor je vrij komt, zeg je? Ja, ik ben mijn vleugels aan het verdienen. Ja, dus dat zit ik hier. Ja, dat denk ik ook. En los van mensen die niet gewend zijn op televisie te komen, die een veilig gevoel moet geven. Er wordt ook, denk ik, wel veel gepraat, net als bij de kapper. Ja, heel veel. Je hoort nog wel eens wat, denk ik. Heel erg veel, ja. En ik zeg, er zullen ook wel eens mensen komen, presentatoren, collega's, waarvan je kan zien ze hebben gehuild. Ja. En dan zeg je... Vertel eens. Ja, zeg je, kom maar even bij mij. En dan zeg je van, als je het wil zeggen, is het goed. Maar ik zeg wel heel vaak bij van, ik ben niet als oester geboren. Dus het kan gebeuren dat ik in een ander punt in mijn leven een keer ga vertellen wat je hebt verteld. Maar eigenlijk niet. Nee. Dus we proberen natuurlijk zo discreet mogelijk te zijn. Ja, en als iemand echt zegt van... Oh, wil je het alsjeblieft niet doorvertellen, maar ik moet het even kwijt. Ja, tuurlijk vertellen we het dan niet. En als je het vertelt, neem ik aan zonder naam en rugnummer. Ja, dat is wel moeilijk. Tenzij het in de bladen heeft gestaan. Ja, en dat je de andere helft weet. Dat is ook best ingewikkeld. Oh, ja. Als iemand je iets vertelt en dat je denkt... Oeh, dit is een aanvulling op wat daarvoor zat. Het is mooi zat. Maken en mediation. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ook wel. Ja. Zeg maar, voor hoeveel mensen ga jij tekenen? Ik denk een man of 250. 50, ja, dat denk ik dan ook. Want dan hou je specifiek tot film en televisie, hè? Ja. De fashion mensen moeten het heel even zelf uitzoeken. Ja, maar, nou, die komen misschien wel langs. Maar in ieder geval heb je heel goed het vak die op de kaart. Die roep ik nu trouwens even op. Ja. Iemand uit die hoek. Kom naar de fabriek in Utrecht. Ja, het is hier hartstikke leuk. Doe mee met Cultuur in Actie, want het is voor jullie allemaal. Voor ons allemaal. Ja. Precies. Nou, dat is dankjewel, Sigia. Heel graag leuk gedaan. Om je zo een keer te zien. Ja, fijn, hè? Ja. En ik zal er wat meer werk aan besteden nog. En jij gaat tekenen voor 250 tekenen. Mensen. Okay. Fantastisch. Dankjewel. Jij hebt zeker een trapje nodig, trouwens. Nee, ik ben van de plinten. Van de plinten? Kijk. Oh, je doet de onderkant. Ja, natuurlijk. Ja, vaker bij de hand gehad, natuurlijk. Je hebt thuis nog wel een trapje. Ik heb 3 trapjes. Ja, zie je. 250. Even kijken. Ik doe gewoon mijn naam, toch? Of ja. En die 250, die gaan mee op de teller. Dank voor je komst, Sigia. Cultuur in actie.